Ik bevind me op de steiger te Johan en Margaretha in het district Kommewijnen en wel te verstaan aan de rechteroever van de Kommewijnenrivier. Bewoners van deze omgeving hebben al geruime tijd een tekort aan drinkwater en dit komt door de aanhoudende droogte. De overheid heeft niet stilgezeten. Het districtscommissariaat van Kommewijnen en CCR en natuurlijk ook de SOM hebben gemeend om met een oplossing te komen. Het betreft hier een tussentijdse oplossing, maar de bewoners zijn heel erg blij. De droogte is al een tijdje ingegaan en deze mensen zijn al afhankelijk van regenwater of bronwater. Ik zei u al, de droogte is al een tijdje. Ik heb de zaak in de gaten gehouden, dus door rapportage te vragen aan de resortleider hoe zit het met de mensen van hun drinkwater. En bleek dat het, ja, de mensen daar door hun voorraad heen zijn. Recente bezoek, eergisteren bezoek van meneer Alim hier voor enkele zaken. En hij heeft het gelijk ook geantameerd. Contact opgenomen met de directeur van SWM. En vandaag, gelooft u mij, binnen één dag is het bewerkstelligd dat samen met NCCR het waterprobleem eigenlijk tussentijds wordt opgelost. Door de eerste transport van de jug. U hebt zelf gezien dat er 100 jugs water hebben hier gebracht. Zodat elk huishoudens één jug kan krijgen. Het gaat dus hier om drinkwater. Is er dan nog voldoende voor andere zaken? Nee, dan is men afhankelijk, net u hebt gehoord, dat gewoon kreekwater of swampwater of van de lozingen. Ja, maar dit is sec voor de huishoudens. Binnen hoeveel tijd zou dit probleem echt structureel aangepakt kunnen worden, DC? Wat ik weet, dat de SWM een maand geleden of eerder mensen, deskundigen aan de rechteroever hebben gestuurd samen met de mensen van het commissariaat om op bepaalde plaatsen, maar dit is niet de eerste plaats alleen van het district, komen wij aan de rechteroever. En dan als ik u zeg dat dit eigenlijk een structurele probleem is, wat drinkwater betreft, zijn we aan de linkerzijde van de Kommewijnen. Dan kunt u vragen, de mensen hebben geen water, u kunt misschien een terugwater sturen met drinkwater. Dus trouwens, er is een reservoir op Marienburg die elke dag wordt aangevoerd of aangevuld. Maar aan de rechterzijde is er een bijzonder transport. Daar moet u zeker een boot hebben. En u hebt zelf meegemaakt hoe moeilijk het is om te transporteren. Dus er is al een oplossing in die zin dat er locaties zijn geïdentificeerd. Gaat nu men werken naar oplossing voor permanente oplossing. Linkerzijde kan ik u zeggen dat men op Liberty daar bezig is. Er is toestemming verleend om een innameconstructie te maken. Zodat men gewoon het water uit de Suriname rivier kan onttrekken. Dat te verzuiveren en binnen no time hebt u voldoende. Dus DC, hoor ik u zeggen dat zolang de droogte aanhoudt. Dat het commissariaat en natuurlijk ook SWM en NCCR de mensen niet in de steek gaat laten. Nee, helemaal niet. Er zijn goede afspraken net gemaakt met NCCR en SWM ook. Maar dit is niet de enige plaats. Meneer, als u dus verderop gaat, hebt u Braamspunt. Oké, daar is een toeristische plaats. Maar de eerste vaste plek is daar, is een vissersdorp, Pomona. Daar hebt u zeker 50 huishoudens, alleen maar vissers, die geen enkel zijn afhankelijk van het hemelwater. Dan, daar gaan we dat ook voorzien. Dan hebt u resort Rust en Werk. Daar hebt u ongeveer 90 huishoudens. Hier op Margaretha 80 huishoudens. Als we verder gaan, dan hebben we op Kroenenburg 65 huishoudens. In totaal komen we op 320 huishoudens. En net hebben we afspraken gemaakt dat morgen alles wordt bewerkstelligd. En maandag krijgen de rest van de bewoners drinkwater. Zolang er geen structurele oplossing komt of zolang er geen voldoende hemelwater is. Op breed, want we water aan de breedte en dus dank je SWM, de commissariat en de delegatie. Ze hebben dus zo snel moeite, want laatst hadden ze de vergaderd ja, en water door. Maar nog kon het groot wel, maar toch hebben ze hun moeite gedaan om water hier te brengen. En we zijn zeer dankbaar. Ik vind het bon omdat een deel voor het volk hebben water van nodig. Vooral de voorgevel, ja, zo.
want bagasie is maar APT en de maar drink water et tu. Dus merendeel. Dus a registratie bego ubego tap ala desma sunet oso. Maar toch temara mogo baka kande wan tradi water okong baka da kande de maar wan awatra da misapsi ketak umini mi umus amprak na disi baka.